allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een unboxing video doen van de Bershka. Ik heb spulletjes besteld bij de Bershka. En dat zijn kleren. En ik heb super veel zin om te unboxen. En ik moet ook uit één ding kiezen, uit twee dingen. Dus laten we beginnen. Nou, de doos staat er al, dus laten we hem openmaken. De doos ziet er zo uit. Oh. Hij is best wel groot. Hier staat Bershka.com. En hier staat Facebook, Twitter en Instagram. Want daar kan je hem volgen. Bij Facebook is het /Bershka. Bij Twitter is het apenstaartje Bershka. En bij Instagram is apenstaartje Bershka. En nog wat dus. Dus laat hem openmaken. Oh, hij gaat iets open. Oké, daar gaat hij. Hoe kan dat heel iets open gaat? Nou, dat zien we straks wel. Oké, dit is het. Oké, de eerste die ik uitgis is een jurkje. Oh, deze is super leuk. Kijk dit jurkje. Het is een jurkje en dan moet je dan zo doen. En dit jurkje, ook zit een pluisje op. Dit is van de Bershka. Het is een XS maatje en deze was €25. En het is een superleuk jurkje. Dat je spijkers spulstof. Ik ga hem straks aandoen. Hij is superleuk. Oh, hij is echt heel leuk. Oh, ik hoor zo'n voet heel erg knakken. Dus deze vind ik echt superleuk. Maar kijk, ik zal het laten zien. Oh, er zit een klein draadje los. Oh, die kan je zo eruit halen. Maar er zit van dit op. Het is echt superleuk. Dus deze ga ik straks passen. De volgende is, ik doe de jasjes even op het laatst. Zo. De volgende is een vest. Oh, het kaartje. Wauw. Even het kaartje vastmaken. Mijn moeder had al de doos opengemaakt. En dit is een vest. En het staat Ambition. Ik kan niet goed Engels dus. En dit is een maatje XS ook. En deze was €10. Ik vind het best wel goedkoop voor de Bershka. Want ik dacht echt dat het een hele dure winkel was. En het is echt een super leuk shirtje. Oh. En ja, nee, er zit geen grittetjes in, maar het is een superleuk shirtje. Het is gewoon zo van de achterkant. Dus deze is ook superleuk. Maar hij lijkt dat het zo'n lange shirt is, maar dat is straks is dat niet meer. Dus deze leg ik ook even neer. Het volgende is een superleuk jasje. Oh, deze. Kijk, deze dan. Deze is super cool. Oh, deze is echt leuk. En dit jasje. Het was €30. Het is een S maatje. Want we hadden een XS, maar het maakt niets uit. Kijk, zet deze kraaltjes op. Ik vond het echt super leuk. Oké, ik ga hem nu gewoon passen. Oh, dat doe ik straks ook wel. Ja. Deze is echt super leuk. Oké, deze. Ik ga nu twee bomprojecten uithalen. En daar ga ik uit kiezen. Want daar kan ik niet goed. Daar kan ik nog steeds niet uit kiezen. Het is deze bomproject, helemaal groen. Gewoon helemaal groen. En deze, oh. Het is een S-maatje en deze was €25. Dus deze ga ik uitkiezen. Maar omdat iedereen zo'n jas heeft, wou ik eigenlijk iets origineels, zeg maar. En dan ik deze echt, deze is ook super gaaf. Het is eigenlijk hetzelfde, alleen is het van deze, ja, dingetjes op. Het is super leuk. En deze is €36, een S-maatje. Het is super leuk. Kijk, er zit dit plaatje op. Deze van een Indiaan. En
You are free, dat staat hier ook. En drie, een vleugeltje. Deze, dit hebben meestal volgens mij mensen die met vliegtuigen en zo. Een move, een regenboog. Dus deze is ook leuk, want ik dacht misschien leuk is origineels. Dus daar moet ik even uit kiezen. Dus dat is echt heel moeilijk. Wat is dit eigenlijk? Wow. Dat vind ik wel. Het is een poster. Zo, gaan we verder. Als je geluid van achteren, dan je broer. Ja, er is een poster bij. Niet echt heel bijzonder. Ik heb er best wel bij hem gedaan. Mijn Bershka. Dus prachtig, helemaal mooi. Oké, dat is door. Oh, hier is de zak. Want mijn moeder had mijn ogen gemaakt, had ik al gezegd. Eeuw. Hoe hoort het zo? Ik weet niet, het ziet een beetje vies uit. Ga ik net zo? Wow, wat zit hierin? Oh, het is gewoon weer dezelfde poster. En dit is als je iets niet goed vindt. Ga ik zo opsturen in het zakje. Zo, ik ga de kleren aan, maar eerst ga ik de doos even dicht doen. Even kijken hoe dat moet. Nee, zo, zo. Oh. Zo. Ja, ik denk dat hier nog een stickertje op zat, maar ik weet het zeker. Dus deze doe ik even weg. En dan ga ik de kleren aan doen. Dus ik ben super benieuwd, want het zijn echt leuke kleren. Dus let's go. Dit is de eerste. Dit is de bompje met de sturge, zeg maar. Sturge, ja, met die plaatjes. Die ziet wel heel erg gaaf, vind ik. Hij is heel origineel, want hij is heel anders dan de andere, zeg maar. Hij is echt leuk. Dus uit deze ga ik kiezen. Ik vind hem wel gaaf, zeg maar. Kijken of ik ook de zakken kan gebruiken. Ja. Super tof is deze. Zo. Oh, ongeveer. Deze krijgt voor mij echt een 9. Nou, we gaan nu naar de volgende. Dit is de volgende, dit is gewoon natuurlijk. Ik vind hem ook super leuk. Hij staat ook gewoon, ik vind hem ook wel leuk staan. Niet ijdel bedoeld, maar hij zit ook gewoon lekker, net van die andere. Deze vind ik ook een 9 waard. Kijken of ik dit ook wil gebruiken. Ja. Ik vind hem ook super leuk. Deze ook zeker 9 waard. Oh, even de knoopje dicht doen. Hij is super leuk. Nou, dan gaan we naar de volgende toe. Ik doe volgens mijn jasje uit. Zo. Ik leg trouwens alles even op de doos neer als ik het heb aan. Als ik hem aan heb gehad. Volgens mij zit het ook dezelfde merk al bij die bompje. Ja, klopt. Dus we gaan naar de volgende. Oh. Nou, dit is de volgende. Hij is super leuk. Ik vind deze ook super gaaf. Oh, zit een stickertje in. Doos pakken. Ik vind hem super gaaf. Van achter vind ik hem ook leuk. En je kan ook nog, trouwens, kan je deze gewoon helemaal naar beneden doen. Dat zal ik even doen. Zo. En zo. En dan moet je het knoopje even dicht doen. Gaat dat lukken of gaat dat niet lukken? Vast wel. Yes. En de volgende. Ik vind hem echt ook, het zit ook gewoon lekker. Net zo lekker als bij die bompjes. Het is even een priegelwerkje, maar dan heb je het ook gedaan. Zo. Deze gaat wat makkelijker, vind ik. Oh, waar is het knopje? Ja. Zo. Zo zit hij ook wel leuk. Ik vind hem echt super leuk. Ik vind ook vooral... Zeg maar, dit leuk. En deze. En deze. Ik vind het super leuk. Kan je ook echt spulletjes... Ja.
Ah, geniaal. Ik wil ook even kijken hoe het als het dit sticht is. Kijken hoe dat staat. Volgens mij, ja, je kan ook je knopen nog dicht doen, maar ik weet niet of dat wel staat met je knopen dicht doen. Zelfs als je het koud hebt, dan doe je toch de knopen dicht, zeg maar. Dat ga ik niet doen. Dan heb je lekker zo. Nog een stikmetje. Ja, deze ook bij elkaar. Maar de knoop maakt niet zoveel uit, denk ik. Zo, ik vind het super leuk. Dit is echt een 10 waard, want ik zit ook gewoon super lekker. En deze schoen vind ik niet dat vind ik best wel goed bij mij passen. Het is anders dan zwart. En super leuk. Dus we gaan naar het volgende toe. Ik ben super blij met deze. Yeah! Nou, dit is het volgende. Dit is de vest, zeg maar, trui. Het is een trui en is super leuk. Hij zit ook echt gewoon lekker. Dus ook gewoon van de Bershka. Hij zit. Ik kan niet vanaf hier lezen, ik weet niet meer wat staat. Maar ik vind hem super leuk. Hij zit ook lekker, maar kijk, je moet hem niet zo doen, zeg maar. Hij schijnt een beetje door, maar hij zit alleen met het broek. Maar je moet echt zo een beetje zo doen. Dus dat is super leuk. Super leuk. Oké, we gaan naar de volgende toe. Ik vind deze echt super leuk. Dit is een 8,5 waard. Ik vind hem super leuk. Leuk met wit. Is ook gewoon leuk voor als je op de vakantie bent. Dat je zo dat in de avond een beetje koud wordt. Dat doe je dan gewoon heel even deze trui aan met een kort broekje. Dus hij is super leuk. Yay! Nou, dit is de volgende. Dit is het jurkje. Hij is super leuk. Want je kan hem zo doen. Maar het leukste is zo. Een jurk was super leuk. Even ga ik even staan. En dit is ook de onderkant. Ik vind hem gewoon super leuk. Echt super leuk is die. Maar ik had zo'n shirt, zo'n shirt soort van heb ik ook. En dat is gewoon super leuk om te hebben. En je kan ermee bewegen. En niet dat je zo van zo moet staan en dat je niks kan doen, maar hier kan je gewoon lekker bewegen, lekker swingen. Dus deze is een 8,5 waard. Ik vind hem echt super leuk. Zo. Nou, dit waren de kleren die ik aan heb gedaan. Dus ik ga hem weer even aankleden. Nou, dit was het einde van de unboxing en van ik heb net ook gedragen, dus als je zag, de kleren. En nu laat ik zien welke bomber jij ik ga doen. Ik heb nu even gewoon het jasje aangedaan. Ik ga deze doen. Want dit is gewoon een super leuke bomberjack. En deze hebben niet heel veel mensen. Want mensen kiezen meestal alleen voor het originele. En dit is gewoon iets anders. En er zitten gewoon leuke plaatjes op. Dus ik ben er super blij mee. Dus deze ga ik zeker vaak dragen. Ik heb nu gewoon even deze aangedaan. En super leuk. Let's go. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Hoop voor het leuk. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik bij de volgende video. Doei!